De Surinaamse luchtvaartmaatschappij viert op 30 augustus haar 55-jarig bestaan. In dit kader heeft het bedrijf vandaag de kick-off gegeven van haar jubileummaand met de onthulling van een naamplaat bij het hoofdkantoor aan de Jagannath Lakshmanstraat. Dit gebouw is nu vernoemd naar Atta Mungra. Mungra was van 1981 tot 1989 directeur van de SLM en is in 2002 overleden. Mungra heeft volgens SLM-directeur Robbie Lakshmisingh een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het bedrijf. Mungra is ook degene geweest die ervoor gezorgd heeft dat dit gebouw tot stand kwam. Maar twee heeft heel veel betekend voor de SLM, vooral in de hele moeilijke jaren, de jaren 82. Toen de SLM niet mocht vliegen, of althans de betrekkingen tussen Nederland en Suriname waren even op hold gezet. De SLM mocht niet naar Nederland en de KLM mocht niet naar Suriname. Maar door vindingrijkheid, innovatief denken, heeft de heer Mungra toch kans gezien om de SLM in Nederland te krijgen. Al was het in een andere vorm, namelijk als Aero Air. Maar de cabinebemanning en de piloten waren allemaal in SLM-uniform op Schiphol aanwezig. Dat was te danken aan de heer Mungra. Soms zit ik te denken, als hij er niet was, wat was er met de SLM gebeurd? De ouderen onder ons, die weten hoe die man met zijn vindingrijkheid, met zijn innovatief denken en alles wat daarbij hoort, dit bedrijf tot echt grote hoogte heeft gemaakt. De tweede activiteit tijdens de inluiding van de jubileummaand was de schenking van een bijzonder cadeau aan het klant van de SLM. Deze is niet alleen op dezelfde dag als het bedrijf geboren, maar is ook een Loyal Wings kaarthouder. Dit houdt in dat hij vaker met de SLM vliegt. Ganesh Lakshmisingh kreeg daarom een ticket met bestemming Paramaribo Amsterdam cadeau. Hij zal zijn jaardag in Nederland vieren. Lakshmisingh zegt dat de SLM op 30 augustus een bescheiden feestje zal hebben. Hij motiveert nogmaals de benoeming van het hoofdkantoor naar Mungra. Volgens Lakshmisingh worden particuliere ondernemers niet of nauwelijks geëerd. En vooral in bedrijven niet. Als je in het buitenland komt, in Europa, in Amerika, dan als je daar in een hal binnenstapt, of in een bepaalde kamer, dan zie je al de mannen die directeur zijn geweest enzovoort. Ik wilde het hier introduceren en weet je wat een paar medewerkers zeiden? Ah, je wou die foto ook, ja, zo en zo, want dat is het niet. Dus toen heb ik gedacht, weet je wat, heb ik in de tijd, toen we dat kopbeeld van meneer Kappel hebben onthuld, dat was ook iets van, je moet die, we worden 55 jaar oud, ja, hoe komt het? En toen kwam het in ons op om zo'n kopbeeld te maken en toen dacht ik, weet je wat, al die gebouwen die we hier hebben, Jega SLM, maar dan weet je niet waar van de SLM. Dus toen hebben we als eerste dat gebouw dat u daar ziet, waar de vakbond huist, hebben we het Fred Derby gebouw genoemd. En dat was ongeveer in mei. We hebben het heel sober gehouden. Mevrouw Derby heeft het onthuld. En dit gebouw is door de heer Mungra neergezet, eigenlijk onder zijn leiding, laat me het zo noemen. En toen dacht ik, het zal niet meer dan billig zijn om dit gebouw naar hem te noemen. Robbie Lakshmisingh, directeur van de SLM. De luchtvaartmaatschappij heeft vandaag de kick-off gegeven van haar jubileummaand. Het bedrijf viert op 30 augustus haar 55-jarig bestaan. 30 jaar geleden is de akte van oprichting bij notaris Hillers gebaseerd.